Maar we beginnen deze uitzending met de eerste aflevering in een serie over het stadion van HFC Haarlem. Langzaam wordt het namelijk afgebroken. Sportverslaggever Edward Dekker heeft als kind en als journalist heel wat jaren meegemaakt aan de Jan Gijzenkade. We blikken met Edward terug op vervlogen tijden. Vandaag de Noordtribune. Kijk, wel een box. Ik ga er niet onder staan, want je weet het niet. Ja, we kijken. Ja. Staat er ook bij, hè? Betreden op eigen risico. Dus, ja, het zal op instorten natuurlijk. Het is, ja, oorspronkelijk was dit de staantribune. En later, zeker het eerste gedeelte, dat zie je hier ook nog wel. Later zijn er dan ook weer stoeltjes opgeplaatst toen die oost- en die westtribune dichtgingen. Het mooie is, er zit dan zo'n knik in, hè? En dat is volgens mij, heb ik me wel eens laten vertellen, naar Engels voorbeeld, zodat je goede zichtlijn hebt. Mark van Zijlberg heeft hier nog in de hekken gehangen, hè? Die beelden hebben we natuurlijk toevallig nog niet zo lang geleden laten zien. Schoot de bal een keer in de kruising. Ja. Die zijn voor de trouwe fans. Ja, die willen ze proberen nog te verkopen, hè? Heb ik gelezen. Ik weet het niet hoor, Steve, maar ik hoef ze niet hoor, die klapstoeltjes. Ik denk ook dat je ze niet 1, 2, 3 los krijgt. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, wat moet je ermee? Een rijtje voor op de redactie? Ja, nou, misschien. Maar ja. Om dat aan te gaan kopen. Zo'n gek gezicht zijn ook als deze tribune weg is voor ja. De woonwijk hierachter en de mensen die daar misschien ja. Al jaren wonen. Ja, nou ja, dat is zeker raar. Dan kijk je ineens zo op die Jan Gijzenkade en die Jan Gijzenkade kijkt zo ineens op dat veld. Dus dat zal best wel raar zijn. Wat heb je zelf met deze tribune? Nou ja, daar heb ik wel een leuke herinnering aan hoor. Ik herinner me hier bijvoorbeeld een wedstrijd tegen PSV die ik hier gezien heb voor de beker. Ja. Dat is volgens mij in 83, 84 zo'n beetje. Pim Doesburg nog in de goal bij BSV en Haarlembom met 4-1 in KNVB-beker. En ik was daar met mijn voetbalclub. Dus als klein jongetje gingen we met DSS, daar voetbalde ik zelf, gingen we hier naartoe. En het was een onwaarschijnlijke wedstrijd. Die Haarlembom mede door dankzij een blunderende Pim Doesburg. Dat herinner ik me nog goed. Dat stond er op de tribune en we konden echt niet geloven dat Haarlem daar met zulke cijfers van PSV won. Cupfighters. In die tijd zeker, want zoeken de cijfertjes nog maar op na. Toen kwamen ze bijna, elk seizoen kwamen ze wel in de kwartfinale, halve finale. Dat was echt een ongekende luxe. En blijkbaar wende dat wel, want in die bewuste wedstrijd tegen PSV waren er maar 6.500 mensen. En er was later nog een wedstrijd tegen NEC. Ook voor de beker, halve finale beker, waar maar 4.000 mensen op afgekomen. Hoeksel van Grim, en geen slechte ook. Treffer, Anton Jansen. Het is echt verbazend hoe de slotfase van deze wedstrijd zich ontwikkelt. Het is de tweede corner van Nek vanaf links van Grim, die heel goed inkomt. Met God kan er niet mee uit de voeten en Anton Jansen is heel dichtbij en scoort 2-2. Haarlem sneuvelde naar strafschoppen. NEC ging naar de finale. Degradeerde en speelde het jaar erop tegen Barcelona. Het had dat, zo mooi kunnen dat zijn. Dat weet heel voetbal. Nee, dat, ja, dat had zo mooi kunnen zijn. Maar ja, dat werd het dus niet. Maar 4.000 mensen bij zo'n wedstrijd, ja, dat is onvoorstelbaar. Als je vraagt naar de laatste herinnering aan deze tribune, dan is dat het afscheid van het stadion door de supporters op 1 februari... 2010, vlak na het uitspreken van het faillissement. Toen mochten ze van de curator hier nog een kwartier het stadion in, dat verder eigenlijk afgesloten was. Toen liepen de 200, 250 man hier naartoe met vuurwerk en ja, die gingen support of spelers toezingen. Hoeveel jaar geschiedenis? 30. Ik kan niks meer zeggen. Thank you.
Al die oude jongens hebben dit. Dus, al die jongens van mijn leeftijd die hebben dit. En ja, dat is natuurlijk best wel gek. De dag dat het Haren Telstar zou zijn, de derby, stond hier 250 man te zingen en afscheid te nemen met een draam. Ja, en ik was daar toen voor het werk. En ja, dat is een heel apart. En na precies een kwartier ging iedereen weer eruit. Daar werd wel een traantje gelaten, links en rechts.